Jurgen, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemorgen Wil. Goedemorgen. Hoe gaat ie met je? Ja, goed hoor, dankjewel. Ja, de reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de laatste mooie nieuwe zingen heet Terug in de Tijd. Ja, dankjewel. Ja, heel mooi, daar ben ik heel blij mee. Dat was fijn. Ja. Ik ben heel blij met de single ook en blij dat jullie het ook oppakken. Dus alleen maar fijn. Het is een mooie nieuwe single voor Jurgen, want ik draaide dus juist een andere single, de Verliefd. Wanneer was die uit? Dat was vorig jaar hier juni. Juli. In de zomer was dat. Dat was in de zomermaanden was dat. Juni was het ongeveer. Ja, ik ken niet helemaal precies, maar zo ongeveer. Ja. Ja, het zijn twee, nu deze single, dat zijn, ik heb er zomaar eentje uitgepakt, maar het zijn twee totaal verschillende zingen. Klopt, inderdaad, ja, dit is inderdaad wel wat anders, is ook, waar je net over had, ja, Verliefd, dat is natuurlijk ook een heel ander nummer, zomers tempo en, een beetje, ook een hele losse, makkelijke tekst. En dit Terug in de Tijd, ja, dat is toch ook iets anders, dat ligt ook iets zwaarder, want het gaat eigenlijk alleen maar over mensen die je in je omgeving mist. Dus dat is natuurlijk ook wel weer het verschil. Ja. Het nummer Verliefd, zeg maar. Dat gewoon een beetje vrolijk allemaal, dat is een heel gewoon erg vrolijk nummer. Ja. En dit heeft dit is toch iets anders. Dus, dit heb ik eigenlijk geschreven naar aanleiding, mijn vader ben ik al inmiddels 14 jaar kwijt. En daar wou ik toch een keer iets voor overschrijven. Dat mis. En daar is eigenlijk ontstaan. En denk, er is altijd wel iemand die iemand anders mist. Dus dat was uit de reden. En, zo is het uit de zaak gekomen. Er zit eigenlijk ook wel een beetje een persoonlijk tintje, een persoonlijk gevoel in dit nummer, hè? Want het heeft ook met jouw vader te maken. Ja, precies. Ja, dat is het. Ja, daar is het uit ontstaan, ja, zeg maar, het nummer. Het is niet zo dat het helemaal autobiografisch is of zo, maar het is wel dat gevoel is wel ontstaan. Ja, gewoon dat je, ik mis hem natuurlijk ook geregeld. En daar, zoals ik al zei, daar is het ontstaan. En er zijn natuurlijk wel meer mensen in mijn omgeving die ik mis. En ik denk dat er voor meer dat er voor iedereen geldt. Dus vandaar dat we dit nummer hebben geschreven. En Martin heeft daar de muziekmoord voor gemaakt. En ik ben daar heel blij mee. Ja, het is wederom de samenwerking met de studio van Martin Sterke. Dat bevalt je goed, Jurgen? Dat bevalt me uitstekend, ja. Dat bevalt me heel goed. De samenwerking met Martin gaat echt uitstekend. Ik voel me heel goed bij hem thuis. En zoals ik zei, ik schrijf dan de teksten zelf en de muziek doet hij. Dus, dat is wel, hij voelt dat precies aan. En, wat hij tot nu toe elke keer laat zien, dat verbaast me elke keer al. Ik vind het echt heel veel waardering voor. Echt een vakman op dat gebied. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Voel me goed thuis. Jij bent dan zo'n beetje, zoals veel eigenlijk al van je jeugd af, van die 12 jaar actief. Je hebt ooit in een band gespeeld, maar eigenlijk pas een paar jaar geleden pak je weer de microfoon. Er zat een hele leegte stilte tussen, hè? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad. Ja, dat was inderdaad jaren als drummer, zanger in de verschillende bandjes gespeeld. En de laatste was ook in een bruiloftscircuit, zeg maar, totdat het op een gegeven moment stopte, heb ik inderdaad klopt, heb ik een tijdje niets gedaan. Dat was een reden, was ook omdat ik precies in die tijd ben ik voor mezelf begonnen met ik heb een eigen deelzetbedrijf. Ja. Dat is wat ik dagelijks doe. En daarvoor zijn we destijds mee begonnen. Dus dat was ook een beetje de reden dat de muziek een beetje naachter werd gescholen. Dus maar op een gegeven moment toen alles weer onder controle was, dus inderdaad een paar jaar geleden, dacht ik, klopt het bloed als je die gaan kan wel dan. En ik ben toch maar aan begonnen. En toen dacht ik, ik ga solo gaan kijken hoe dat gaat. Dus vanaf die tijd ben ik solo actief. Het is natuurlijk heel wat anders dan in een band. Maar bevalt me heel goed tot nu toe. Dus alleen jammer dat je niet het podium op kan, dat is natuurlijk, maar goed, dat is voor iedereen zo. Ja, maar dat is het probleem, daar zitten we allemaal mee, hè. Helaas pindakaas. Hè. Ja, precies, daar kun je het ook niet zo doen en dat is echt ook voor iedereen, dus dat voor mij geen uitzondering. Ja. Maar het viel goed, laat ik zo zeggen. Optreden zo, dat als solo artiest ten opzichte van in een band spelen, in dienst van een band, dat is natuurlijk wel heel wat anders. Ja. Maar het is me goed bevallen.
Ja. En toch zie ik, Jorrit, dat als ik zo rondkijk, dat de single van jou, deze Terug in de Tijd, toch overal erg goed opgepakt wordt. Ik denk dat je niet mag mopperen. Ik mopper ook zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben, zoals ik al zei, ik ben er heel erg tevreden mee. Martin is heel dankbaar voor deze productie. Ik vind het echt geweldig. En het wordt inderdaad overal goed opgepakt. Daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Ik ben sowieso blij nu, wat ik al vaker heb gezegd, met jullie als radiostation, dat het gedraaid wordt. Want dat is toch nog de enige manier om te profileren, zeg maar, dat je ergens gehoord wordt. Want zoals iedereen weet, voor die treffen, is er radiostations zoals jullie. Ik kan er alleen maar blij mee zijn. En ik ben natuurlijk ontzettend trots en blij. Ja, dat het ook op mag pakken door de radiostations. Nu zitten we pas in maart. Gaan we dit jaar nog meer horen van jou? Of zeg je van, ik weet het nog niet? Nee, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Nee, je gaat absoluut nog meer van horen. Want, het is natuurlijk niet zo dat ik dat allemaal pas heb opgenomen. We hebben natuurlijk al het een en ander op de plank liggen. Want achter zijn we in principe gewoon bezig met een album. Dus daar staan natuurlijk dan een x-aantal nummers op. Ik heb er al een x-aantal opgenomen, die al aan klaar liggen. Dus en we zijn nog bezig met nieuwe dingen. En ik kan het eigenlijk, ik heb toevallig gisteren van Martin nog een nieuwe band gehad. Nou, en wat ik echt zo enthousiast hoorde, dat ik echt helemaal voor kan. Maar daar kan ik ons niet veel meer van zeggen, maar dat wordt pas in de zomer of zo, dat het eerder uitgebracht wordt. Dat wel, maar we gaan dit jaar ongetwijfeld nog meer horen van jou. Absoluut, nee, zeker, ja, dat is wel de bedoeling, ja. Okay. Ik ben alleen maar heel blij mee, maar dat zei ik, er ligt nog genoeg op het schap en wat te zijn tijd uitgebracht wordt. Okay. Even voor de luisteraars die meeluisteren, Jurgen, waar kunnen ze meer in informatie vinden over jou op de social media? Nou ja, op de social media vind ik op Facebook te vinden en Instagram. En via YouTube mensen kunnen natuurlijk mijn filmpjes kijken, bij Martin Sterken en onder mijn naam kunnen ze dat zien. En sinds kort een listje van mij, kan ik ook even zeggen, die heeft een website voor mij gemaakt, jurgengeers.nl. En daar kun je... Er is een begin mee gemaakt van dat film. Het is nog niet helemaal klaar, maar er staat al wat op. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Oké. En muziek gaat natuurlijk gestreamd worden. Natuurlijk zo op de bekende portals. We gaan de single draaien, Terug in de Tijd. Op de eerste plaats ga ik je heel erg bedanken voor het interview op deze donderdagmorgen, Jurgen. Een mooie afsluiter van dit gesprek. Kondig zelf je eigen single aan. Nou, ik zeg Wil en Ralf, graag heel erg bedankt. En geniet van deze fijne dag. En hier is mijn nieuwe single, Terug in de Tijd. En wens je nog een fijne donderdag. En tot de volgende keer. Groetjes, hè. Doei, hè. Groetjes. Hoi. Doei.